Dit prachtige kantoorpand staat in Zeist en het is ook de basis van de Nestor van de Nederlandse familiebedrijven, namelijk John Ventenen van Vlissingen. 81 jaar oud, onvermoeibaar. En ja, aan hem kan ik maar één vraag stellen en dat is, wat is het geheim van de eeuwige jeugd? Hij zit vol slaar. Kom. Het programma wat wij maken heet De Eeuwige Jeugd. Heerlijk. Ja. Ik vraag me af, wat doet u nou zelf om vitaal te blijven? Als je een ondernemer bent, en dat ben ik dan zelf, dan moet je de passie hebben om iets op te bouwen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is het geheim van de eeuwige jeugd van het familiebedrijf? Ik geloof, als je een familiebedrijf hebt, dan moet je van tevoren, voordat er eigenlijk mogelijk spanningen zijn of een ruzie, moet je de outsiders bij halen. Als er spanningen zijn binnen een familiebedrijf, dan luistert men niet meer naar elkaar. Ik ben dus altijd een voorstander geweest en heb dat ook altijd ook uitgevoerd. Een raad van commissaris die gemengd is. Maar waarom zijn die outsiders zo belangrijk? Hij is gewoon, ja, wat dat betreft natuurlijk nuchter en zakelijk. Kijkt hij, wat is nou verstandig? Maar is daar schroom voor om outsiders toe te laten? Ik vind te veel. Ja? Ik wijs er wel eens op dat de 5 grootste bedrijven, familiebedrijven in Nederland, worden allemaal geleid door een outsider. Een ander ding wat ik veel zie bij familiebedrijven is flexibiliteit. Is SAV daar ook een voorbeeld van? Dit bedrijf is dus overgegaan van kolen naar olie, van olie naar gas. Nu zitten ze natuurlijk in de duurzaamheid, dus ze zitten nog verder, zijn ze opgeschoven alternatieve energie en zijn ook gaan diversificeren. En daarom werd onze familie wel eens genoemd de survivors. Internet, laten we naar deze tijd gaan. Wij begonnen al meer dan 26 jaar geleden, Vliegwinkel, hebben een jubileum al gevoerd. En ook vandaag worden wij nog gezien als dé maatschappij die altijd vooruit lopen met hun hele technologie. Ik begrijp dat u een motto heeft, ik heb het hier, freedom within the boundaries of responsibility. Kunt u dat toelichten? Wanneer vindt een staflid dat hij volwaardig voelt? Mm-hmm. Als hij juist de vrijheid heeft om zijn werk te kunnen doen. Hij wordt niet iedere keer op de schouder getikt door de directeur of wie dan ook, dat moet anders. Wij hebben een onderneming, en daar zijn we ook trots op, waar er zoveel al vele jaren werken. En ik denk dat echt een van de redenen is, we geven ze in enige mate van vrijheid om hun werk te doen. Maar de oprichter heeft het bedrijf opgericht. Dan is het toch juist heel moeilijk om iets los te laten? Ja, dat is soms moeilijk. En daar denk ik ook dat vele familiebedrijven fouten maken. Die leider is natuurlijk soms dominant. Maar hij moet leren om dan toch bepaalde zinnen niet te vroeg te zeggen. Oh ja. Dus juist als ik al een opinie heb, het toch nog in het team te brengen. Wat denk je dan? En menigmaal heb ik mijn mening veranderd. Omdat daar komen dingen uit voort waar ze over nagedacht hebben. Dan denk ik, ja, nou ja, ja, verdorie, ze hebben gelijk. Ja. Meneer Ventenen van Vlissingen, dank.